Erik, gefeliciteerd met je film. Ik heb net een paar supporters gesproken, die slapen niet vanavond. Echt niet? Vind ik echt heel leuk om te horen, weet je dat? Ik weet wel, toen we die film klaar hadden, vind ik eigenlijk nog belangrijk om te weten wat vinden gewoon de supporters ervan, dan wat vinden de stropdassen bij de club ervan. Snap je wat ik bedoel? Het is echt een film die gaat over fans, over het gevoel van wat is FC Twente, waarom zijn wij voor die club? En dat als ik nu van jou hoor, de supporters er blij mee zijn, ja, daar ben ik heel blij om. Ik vroeg ook aan de jongens, is de missie van Erik en Geert-Jan geslaagd om te laten zien dat FC Twente van ons allemaal is? En zij zeiden van ja, maar was dat ook jouw missie? Ja, weet je, kijk, aan het begin, het begon eigenlijk mee dat ik ben fanatiek Twente supporter. Hè, en ik voel me, wat is er met de club gebeurd? Hè, en toen kregen we daar bij de Vara's wel over. Toen ben ik gekoppeld aan die regisseur, die wilde al iets met voetbal doen. En ik ben gewoon, liefst praat ik de hele dag over FC Twente, ook in Hilversum en in Amsterdam. En toen was eigenlijk het idee van, wat is er in godsnaam met die club gebeurd? Maar gaandeweg werd dat ook eigenlijk steeds meer een film die gaat over supporters. Wie is de club eigenlijk? Uiteindelijk zijn dat de supporters. Voorzitters die komen en gaan, trainers komen en gaan, spelers komen en gaan ook. Maar de club, dat blijft altijd bestaan. Maar ik geloof wel dat die club, dat is wel een les die ze er volgens mij uit kunnen trekken. Die club die moet gewoon normaal gaan doen. Gewoon normaal doen, zoals wij ook allemaal normale mensen hier zijn. En niet steeds gekker en megalomaan, gewoon normaal blijven doen. Dan kom je al een heel eind.